Bob de Vries, hartstikke een beetje een rijstige, relaxte simmer met de vrouw en bijenhoorn op de houden? Nou ja, kijk, boerderij en schaatsen is altijd druk natuurlijk, maar ja, wel weer een hoop thuis geweest en dat was wel relaxed, ja. Hoe is het ook dit seizoen in? Maar wat voor idee? Ja, toch een focus weer iets meer op de marathon dan op de lange baan. En nou ja, dat heeft toch wel afgelopen jaar natuurlijk voor de Spelen echt de pijlen gericht echt op de 5 en 10 kilometer. Nou, dat heeft me ver gebracht, maar ja, toch ligt de echte liefde ligt wel een beetje bij de marathon. En ik heb nu ook de leeftijd dat ik denk van ja, om nog door te gaan is plezier wel heel belangrijk. Dus ja, dan gaat toch echt weer een beetje iets meer de focus op de marathon. En het meeste plezier zit bij die vraagteken toch meer bij het marathonrijden. Ja, ik ben zelf zo'n wedstrijdrijder. Tegen iemand rijden vind ik gewoon echt het allermooiste. En dat heb je natuurlijk in de marathon, gewoon met z'n allen in de baan, heb je dat heel erg. En natuurlijk aan de andere kant, wat mij altijd weer een beetje tegenwerkt, is dat je, nou, je wil gewoon op het hoogste niveau acteren. Je wil de beste zijn. En ja, dan moet je natuurlijk gewoon, dan wil je jezelf bewijzen op de lange baan. En ja, dat is een beetje in strijd met elkaar. Maar je zou ook kunnen zeggen, ik kan me dat best voorstellen, je hebt zo'n goed seizoen gehad op die 5, eigenlijk voornamelijk op die 5 en 10. Misschien moet je Duits doorzetten daar. Ja, dat klopt. Maar ja, ik denk dat ik dan op een gegeven moment de lol te veel verlies. Afgelopen jaar. Dat is wel het belangrijkste. Dan stop je het gewoon op een gegeven moment. En ja, ik had echt door de. Ja, ik heb de marathon, heb ik gewoon zoveel plezier in. En de World Cups, op een gegeven moment ben ik zo lang van huis, dan mis ik gewoon een beetje. Ik vind het schaatsen heel mooi, maar ik mis een beetje het plezier. Als ik daar dan 3 weken in Amerika zit, dan denk ik van ja, wat doe ik hier nog? En ja, daardoor kies ik toch wat meer voor de marathon. Waarom mis je dan daar meer plezier? Ah, ik ben wat dat betreft een beetje te onrustig. Ik kan niet een hele dag in een hotel zitten en dan 1 training doen. Of s ochtends even fietsen, smiddags even schaten. Ik verveel me eigenlijk gewoon. En de dagen zijn lang. En dan heb je in het weekend heb je een keer een wedstrijd. En dan eigenlijk zijn de dagen dan gewoon te lang. Ik vind het saai worden. Ja, dus het is liever gewoon de hele dag knallen, maar de kei bezig geweest, maar de band bezig geweest en rieden. Ja, kijk, zo zien mijn dagen er in Nederland inderdaad ook uit. Ik vlieg van hot naar her. Inderdaad, 's ochtends begin ik 6 uur koeien melken. En dan tot de koffie ben ik vaak even aan het werk. Dan op fietsie. En dan 's middags weer naar de ijsbaan. En ik ga wat door. En dat hou ik gewoon heel ver van. En daar ben je toch gelukkig van? Ja, daarom. En uiteindelijk is dat toch wel ook wel belangrijk om goed te schaatsen. En natuurlijk en voor jezelf ook.